Ja, fel licht. Heel fel licht. Ja. Heel goed. Goed voor de rimpels. Is dat je geheim? Vera, dank dat ik hier mag zijn. Ik ben in Huizen. Jij gaat hier straks optreden met jouw one-man show met dubbel N is het. Ik heb het vorige week gezien in Barneveld, Goesting. Kan je in het kort vertellen waar het over gaat? In het heel kort, het is een autobiografische voorstelling. Een soort van rollercoaster. Door mijn leven in dit geval dus. Alleen is het wel dusdanig verteld dat ik vermoed dat het voor een aantal mensen heel herkenbaar zou zijn. Ja. En dat is uiteraard gelardeerd met liedjes, chansons. Liedjes die ik eigenlijk al heel lang wilde zingen. Al van toen ik op de Kleinkunstacademie zat. Zoals een lied van Léo Ferré, Avec le temps. Dat is ook vertaald, hè? Heb ik zelf vertaald. Ja. En dat is nog nooit eerder door iemand vertaald. Nee. Ik zing Zangen zonder meer. Dat is oorspronkelijk een Frans lied ook. Maar dat is vertaald door Raymond van het Groenewoud. En Joni Mitchell, Both Sides Now, in de vertaling van Paul van Vliet. Ja, het is zijn, je hebt een fantastische stem. Ik was erg onder de indruk. Je zegt ook heel nadrukkelijk, ik ben een zangeres. Veel mensen kennen jou waarschijnlijk als musicalster. Maar daar hou jij niet van om zo geïntroduceerd te worden, heb ik begrepen. Nou ja, het hoort er gewoon bij. Maar ik merk in veel interviews dat er veelal alleen maar gerefereerd wordt aan 6 grote musicals die ik ooit in mijn leven heb gedaan. En ik heb ook heel veel, vooral heel veel andere dingen gedaan. Ja. En onder andere ook een voorstelling over Jacques Brel bij het Kleinkunstfestival, waar we allemaal prijzen voor hebben gekregen. Toneelstukken, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar natuurlijk zijn het de grote shows die de meeste publicitaire aandacht krijgen. En dan krijg je dat etiket opgeplakt. Ja. En ik hoef er niet vanaf. Maar er zullen ook mensen zijn die zich laten tegenhouden daardoor, omdat ze denken dat ik dus nu ook alleen musical repertoire zing. En er zit... Ik zing een liedje uit de film Jentel. Ja, maar het verhaal is een verhaal wat heel dicht bij eigenlijk jouw verhaal is, hè? Ja, je neemt de mensen echt heel intiem mee. Ja. Het is echt gevoelig. Er zit een lach in, er zit heel veel humor in. Ja, er zit vooral ook heel veel humor in. Zeker, maar er zitten ook af en toe momenten in waarbij je kippenvel krijgt. Dat echt onder je huid gaat zitten. Ja, dat is fijn. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja. Ja. Is het moeilijk om dat te spelen? Nou, nu ondertussen minder. Maar de hele voorbereidingstijd vond ik best wel moeilijk. Ik heb het zelf geschreven. Voor het eerst. Ja. Dus dan gooi je vooral veel weg. En je zit constant in de twijfelmodus of het wel interessant genoeg is om te vertellen. En ook in de try-out periode, je bent ook heel kwetsbaar. En dan nog wat instabiel. Maar goed, we zijn er goed uitgekomen. Dus, ja. Maar ja, alle goede recensies waren dus... Je hebt prachtige recensies gehad, maar dat is alweer 2 jaar geleden. Ja, je hebt natuurlijk die hele coronatijd er... Het was met vallen en opstaan. Ja. Dus elke keer speelden we 5, 6 keer. En dan moesten we weer stoppen. Ja. Maar ja, ik ben een pitbull, hè. We geven niet op. Ik had ook kunnen zeggen, dan houden we ermee op. Maar ik dacht, we gaan gewoon door. Zolang het kan, wil ik dit verhaal gewoon vertellen. Ja, nou gelukkig maar. Het is een prachtig verhaal. Het is een heel intiem verhaal. Met ongelooflijk mooie muziek en heel mooi gezongen. Nou, misschien kan je aan onze kijkers zeggen waarom ze moeten komen. Nou ja, dat heb ik natuurlijk net al gezegd. Ik kan daar... Het is... Het is zo persoonlijk, maar het is ook herkenbaar. En ik geef het publiek ook Vlaamse les, hè? Dat is waar, Want Goesting, wat betekent dat? Goesting, ja, ik ben soms wel verbaasd dat heel veel Nederlanders bijna geen Vlaams verstaan. Want uiteindelijk, wat ik ook in de voorstelling zeg, we spreken toch eigenlijk min of meer dezelfde taal, maar dan met een ander accent. Goesting betekent zin. Dus ik hoop van harte dat jullie allemaal zin hebben om te komen kijken. En dan leg ik u vooralsnog een paar andere woorden uit die in sommige gevallen totaal verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Spannend. Kom kijken. Dankjewel en heel veel succes straks met je voorstelling. Dank je.